Dit gebied, daar wordt al meer dan 20 jaar onderzoek gedaan door hele enthousiaste mensen. En een van die groepen waar onder andere naar gekeken is, zijn nachtvlinders die 's nachts op een lamp afkomen. En naast nachtvlinders nog heel veel andere insecten. En dan zijn ze al 20 jaar zijn ze dat eigenlijk aan het doen. En daar is een hele lange meetreeks uitgekomen van alles wat ze hebben waargenomen. En daar kun je wel het een en het ander uit aflezen. Het voelt misschien als niet zo belangrijk, maar insecten zijn juist wel heel belangrijk voor ons en voor onze omgeving. Zonder insecten bijvoorbeeld bijna geen bestuiving van bloemen en planten. Onder andere ook heel veel van onze gewassen, groenten en fruit wat we eten, wordt bestoven door insecten. En daarnaast zijn insecten ook een belangrijk onderdeel van het ecosysteem, waarbij ze ook voedsel zijn, bijvoorbeeld voor vogels. Dus als die insecten er niet zijn, dan zul je ook zien dat een hoop vogelsoorten ook in aantal afnemen of misschien helemaal verdwijnen. Het aantal van meer dan 50% nachtvlinders is natuurlijk behoorlijk. Verrast ben ik niet helemaal, want ik hoor al langere tijd van onze onderzoekers dat ze merken dat er minder aantallen zijn. En nu is dat ook statistisch eigenlijk aangetoond. En een van die dingen die ik vaak te horen krijg is, 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, als je dan een stukje reed met de auto, dan zat je hele voorruit vol met insecten die er tegenaan geplakt zaten en dat is niet meer. Dus dat geeft al meteen aan dat er iets aan het veranderen is en dat er dus heel veel insecten gewoon aan het verdwijnen zijn. Het kan ook thuis in de tuin kan er al een groot verschil gemaakt worden, maar ik denk dat de grootste winst te halen is in het totale landschap van Nederland. En dat moeten we zorgen dat we minder gebruik maken van pesticiden, minder bemesting, minder zorgen voor verdroging, dus minder water uit de grond pompen of zorgen dat het afgevoerd wordt. Het moet eigenlijk weer een beetje terug naar wat het Nederlandse landschap ooit was. En op dit moment is het redelijk steriel en ontzettend opgeruimd. En vaak die kleine hoekjes, ook in je tuin, maar ook in het Nederlandse landschap, daar zitten de insecten en daar zit de rijkdom.